the right man on the right place. Kan ik het niet gewoon zeggen? Als die wan is zeggen. What, hey. West for press, the right man, the right place. West for press, schoenmaker, hou je bij je lees. West for press, the right man, the right place. West for press, schoenmaker, onafhankelijkheid. Surinaamse evolutie, staatsgreep, zo boek revolutie. Kennen we die tijd van de volksmilitie, democratie, oppositie, coalitie, politiek, vis die hier mijn petitie, heb mijn eigen ambitie. Dit is geen repetitie. Ze praten veel, maar ze zeggen niets. Bla bla bla. Ze praten veel, maar ze zeggen niets. Hey yo, Talia, are you entertained? Oh, oh, oh. 17, de rijkste land, yo. Aan je grond zijn wij verpand. Er zit nog heel veel geld, nog niet geteld. Maar het lijkt wel besteld. Onze rijkdom, onze wel. Ze praten veel, maar ze zeggen niets. Bla bla bla. Ze praten veel, maar ze zeggen niets. Suriname, make some noise! DJ Cat in the house. Woo. Ja, the right man on the right place. Mensen vragen zich af, gaat Wesje echt president worden? Hou je bij je lees. Op het podium als entertainer, daar voel ik me pressure. Ja. Daar voel ik me lekker. Als ik kijk naar het resultaat van de vorige shows. Iedereen imiteert Tommy Kroes naar dat. Sheetjes. Met spoed. Ja, hè? Ik heb wel slecht nieuws vanavond. Tommy kan er jammer genoeg niet bij zijn. Even niet goed met Tommy. Hij werkt nu op de noodmarkt. Noto. Owen is er wel. Focus. Mijn eigen dingen worden vaak tegen mij gebruikt. Ik kom ergens aan. Ah, ik ben er. Wesje, waarom ben je laat? Ik had mijn autosleutel een keer verlegd in de supermarkt. Hè. Ik kan het zoeken en een mevrouw keek naar me. Wesje, wat verloren is, is verloren. Mijn dvd's worden vertoond tijdens feestjes, tijdens bezoek. Wordt gebruikt als medicijn tegen spanningen binnenshuis. Man verlaat vrouw. Man komt terug voor dvd. Kijk even weer naar dvd, blijf direct weer bij vrouw. Leuk toch? Ik heb ook vele mensen geïmiteerd in mijn vorige show, hè. En ik kom ze tegen. Guno. En je weet, Guno, als hij normaal praat, is hij altijd hees. Wesje, odi odi, sensi domina, mikomore popi. Bosje heb ik ontmoet, Bosje. Hey Wesje, je moeilijk me. Je moeilijk me, jongen. Eh? Mina, je man, toch je moeilijk me. Eh? Heb je een shot voor me? Eh? Golven. Heb ik nog niet ontmoet. Hopelijk niet. Mijn shows zijn ook misbruikt. Mannen hebben vrouwen versierd tijdens mijn show. En omgekeerd, ja jullie vrouwen. Een mattie van me wilde helemaal niet naar de show komen. Hij kwam met tegenzin. Maar dat was je mis op den torifiek, ik ga niet meer lachen. Mis op den samfie man. Ik dacht, nee, het is anders, kom, je moet erbij zijn. Dus die man kwam met moeite. En hij kwam en hij zat vlak hier. Even die kruk pakken hoor. Hij zat vlak hier. Net als deze meneer, tussen twee dames. Vlak. En die mattie van me zit en hij lacht niet, want hij kent die toren, maar hij is dom. Van, maar je weet hoe vrouwen lachen, toch? Nou, maar het heeft me een kieslag, weet je. Weet je? Nou, maar Lucas aan een pissie, kijk hem dan. Wees je? Op het tempo, op het tempo. Ja! Ja!
En ik, die maanden heb geoefend, urenlang op het podium sta. Zie na de show mijn mattie vertrekken met twee dames. Wesje, thanks. Dan denk ik, the right man on the right place. Liever was ik in uw plaats, man. In uw plaats, ja. Vlak daar tussen twee dames, zo gezellig. Wat is uw naam? Ja. Arsenio. Arsenio, Arsenio. Welkom, Arsenio. Zijn er koppels in de house? Koppels, koppels, koppels. Het is pas Valentijn geweest. Zijn er koppels? Ja, het is toch pas... Schaam je om te zeggen dat je met Arsenio bent? Wie is met Arsenio? Het is toch pas Valentijn? Zijn er koppels? Ja, kijk, eentje voorzichtig. Ja. Of zijn jullie illegaal hier? Er wordt gefilmd, hoor. Is het een first date, een first date? Nee, geen first date. Het was bij mijn vorige show een first date. En je weet, alles moet perfect zijn tijdens de first date. Niets mag fout gaan, ja toch? Als je die man ziet zo trots met die dame. Hm? Hij loopt de hele weg zo, hij houdt een puff in, want niets mag verkeerd gaan. First date. En ze waren eerst wat uit gaan eten. Ik rook masala, een roti. En onderweg naar hier dronken ze een milkshake. Als je die dame zag, zo'n lange meid, helemaal wit aan. Witte jurk, witte schoenen, witte nagels, witte string. Niets mag fout gaan. En ze gaan zitten. En ze gaan stuk de hele avond. Maar bijna aan het eind van de show lachten ze niet meer. Ik dacht van, hm? En na de show, man, zuur gezicht. Vrouw, zure geur. Witte string, bruine string. Einde first date. Vergeet second date, want je weet je scheet tijdens de first date. Aan het werk heb ik niet meer het gevoel dat ik daar de right man on the right place ben. Ik zit op de internetafdeling van Telezuur, netjes achter mijn bureau. Ja, en dan komt de dame binnen met een apparaat, een modem. En zegt, ja, goeiedag, dat ding is kapot. Wie kan het voor me checken? Maar ze kijkt niet naar mij. En ik zeg, oké, mag ik het even meenemen naar achter? Dan zullen we even kijken wat er aan de hand is. En toen zag ze dat ik het was. Oh, oh, nee hoor, geef me mijn ding. Nee hoor, oh, oh. Ik wil serieus geholpen worden. Kan iemand anders me helpen? Jongen, jongen. Laatst kwam er een Chinees aan het werk. Die man komt al op de verkeerde afdeling. Ja, maar je staat die man te woord. Ja? Die ziet onze telefoon. Mekie zo bali. Mekie zo bali. Ano uroko. Met dat omo Samsung aan telefoon. Ah, mekie zo dununut, dununut. Dat omo soort geluid. En mekie, ja, takieke ba, mekie dununut, dununut. Ik kwam er niet uit, weet je. Dus ik laat een technicus roepen. En die man kwam. Ik dacht, omo, ik kan mekka sem geluid even aan meneer die spakken. Ha, takieke ba, mekki dununut, dununut. Wat kwam er niet uit. En na een hele tijd, oh, pinini, pinini. Omo, na paim go pai, dat je nou jera geluid moro, hè. Maar voor zijde in vertala geluid go in sneesi. Je kero no. Taalbarrières, hè? Of miscommunicatie. Maakt dat we elkaar vaak genoeg niet begrijpen. Dan gaat het verkeerd. Kijk, bijvoorbeeld de iets oudere onder ons. Of mensen die heel lang in Nederland hebben gewoond en terugkomen. Hebben nog van die oude gezegden. Oude takkies. Dingen die we al lang niet meer zeggen. Ja? Gewoon naar mij komen. Hé, fawaka stanko. Hoe tak dat? Hey, Amanda, dat is naar Django. Hoe tak dat aan dat moro? Hey, ik vlak asma.
Hey, Ifanga. Hey, Ipanta. Hey, Asudaina. Hoe zeggen die dingen niet meer? Oom van me was laatst in Suriname. Ik dacht, oké, oom, ik ga weg. Plettige vlug. Kijk hem nou. Oké, Steven. Styling. Hoe zeggen die dingen niet meer? Ik denk dat ik voor die mensen een website ga beginnen met de nieuwste takkies van Suriname. Om ze up-to-date te houden. Ja toch? Want die taxichauffeurs overvragen ze wreed. Maar vanzelf als je zo gaat. Ai, van wat stanko, taxichef. O, meini, je rijdt me een rit kapot in de Anton Drachtenweg. In een biertje voor een Biggie Hotel, dat je. O, meini. En die taxichauffeur. Holland man. 50 SRD. Oké, een regel, go, go away. Terwijl als je was geweest op www.nieuwstesranantakis.sr, dan ging het zo. Ai, of van mijn man, cool talk. Reken zei sa. Om mijn bank met dat papa katja. Anton Drachtenweg. Isap fato. Ik taxichauffeur nog. 20 SRD. Nou man, ik hier me man. Ik hier me. Oké, 10 SRD. Scheelt je 40 SRD. Kennen we die tijd nog van wakamantaal? Kawanam laat. Alle woorden werden omgekeerd hoor. Je luku, je kulu. Edo? Hey, afkawa. Istanfer. Heb je verstaan? Alles wordt omgekeerd. En je ouders. Wat voor rommel praten jullie daar? Wat is dat? En dan ben je blij, want dan kan je geheimje bespreken. Want die ouders hadden ook een dingen die ik niet verstond. Petaal. Goeie. Klepijnen, potjes, gropoten, paporenpijn. Wat zei ma? De pees en je pongepen. We pil appalles, we petepen. Superior pees. Maar dat soort dingen zijn er achterhaald, hè? Wakamantaal, petaal. Nu hebben we codes. Een code is een woord dat voorkomt in een ander woord. Een goed verstander heeft maar een half woord nodig. Maar je moet snel zijn als men tot je praat. Ja toch? Piepshow. Spanje. België dadelijk. Zij span. Smeerolie man. Plus koppig. Koppenamen. Biggie Poika. Huh? Oh, vriendelijk. Oh, Mandarijn. Oh, sorry hoor, Arsenio. Sorry hoor, Arsenio. Iedereen lacht. Ja, ik was ook wakker man. Boxiet. Voor degenen die het niet hebben verstaan, de vertaling. Want mensen zitten zomaar. Boxiet. En nu de vertaling. Piepshow. Je piept me, hè? Je kijkt naar me. Ja, dan? Spanje. Mijn span. Strak. Je ziet er goed uit. België. Ik bel je. Zij span. Die man naast je. Smeerolie. Hij smeer je, no? Plus is zijn hoofd groot. Koppig. Koppennamenpunt. Biggie Poika. Oh, vriendelijk is je vriend. Oh, man, de rij je man. Oh, sorry hoor, Arsenio. Arsenio, sorry. Hè. Mensen denken, waarom zou je voorop komen zitten? Ik had jullie gezegd, kom vroeger. Achterop zitten. Hij kijkt non-stop naar ons. Vorig jaar op weg naar Nederland zat ik naast een Hindustaanse meneer en hij had aardig wat op. We zitten. Hey, eigenlijk middag die vrij business class hier, hè. Maar van abezet dat idee misdong in het tere. Ik bedoel, na business class, tenminste first class.
Maar tak takkie. Nu zijn we al bijna 2 uren lang in de lucht. Kijk die man naar me. Hé. Hey. Maar zo zei je ego precies. Nou, hoe lang dat plein ego? En we komen daar aan op Schiphol en volgen een lange rij. En er is een mevrouw achter de balie. Passagier Rotjan, wilt u zich aanmelden bij de balie? Passagier Rotjan, het betreft de vlucht Paramaribo Amsterdam. Wilt u zich aanmelden bij de balie? En die mattie van me. Suman amandati. Amai hawasan opjar. Plotseling kijkt die vrouw naar hem. Meneer Rotjan, ik roep u allang. Wilt u zich aanmelden bij de balie? Wat? Rotjan? Rotjan moet je zeggen. Wat is er met je? Rotwijf jij? Rotjan me? Ik zeg, hey, rustig. Rustig, man. Ik ga mannen. Kijk die vrouw door. Wat is er met u? Rot op jij? Ja, tenminste krijg ik het op om te rotten. Rot jij onder? Dat was man, hij bluf meer, hè? Ik zeg, hey, rustig, zeg je doe. En die vrouw werd vuurrood. Kijk die vrouw nou. Wat is er met die man? Hè? Doe normaal. Een fout is toch menselijk? Jij kreeg de kleren. Zijn dat die? Wacht. Wat denk je? Dat ik op jullie kleren zit te wachten? Ik koop mijn eigen kleren. Rotzooi. Ik heb nog nooit een doos uit Nederland gehad. Rot Jan Smit en... Miscommunicatie, hè? Maakt dat het vaak genoeg fout gaat. Miscommunicatie. En wij Surinamers, we lezen niet, hè? Daar heb ik het ook over mezelf, hè? We lopen en rijden vaak genoeg langs alles heen. Maar in Nederland moet je ze zien lezen. Anders je lassie toch? Mijn goede, waar zijn we? Oh nee, dit is McDonald's niet hier. Wacht. Mijn goede, oh, lassie, waar is dat? Oh, we moeten hier lopen. Oh, daar lezen ze wel. Weet je waarom? Elke week zijn er verkeersdoden. Elke week. Wat gaat er zo fout? Zoveel voorlichting. Zoveel voorbeelden. Zien we het niet? Kijken we niet? Horen we niet? Luisteren we niet? Lezen we niet? En typisch, ik heb nog nooit een foto van een stagiaire op de grond in de krant gezien. Alleen Surinamers. Terwijl die stagiaires elke dag in het verkeer zijn op de fiets. Ja toch? Dan is er wat met ons mis, hè? Wat is het verschil tussen een Surinamer en een Nederlander in het verkeer? Wat? Wat? Annemieke op de fiets. Ik heb een tuintje in mijn haar, maar alleen voor jou. Mirausu in mijn haar, alleen voor jou. Miwetirausu, jee, voor jou. Rausu. En plotseling gaat er een daftruk langs. Rausu, pia, pia. Annemieke, even tot 3 tellen. Rustig ademen. Ja, je kan het, meid. Opnieuw. Okay. Is weer veilig. Broemtje, ik grond aan het ding. En dan fassifaye, zorgo eng. Mooie maaie na van de roze. En ze gaat rustig verder. Maar... een Surinamer op de fiets. Nee. Een Surinamer op de scooter. I
Wamiti. Later, later hè. Span, span toch. Pas me voeren op. Ja man. Span, span. Ai, ai. Doe het nog. Doe nog. Ja man. Ai. Ai papa, je bent later hè. Ja man. Hé, hey, Samsa. Iwaris, Iwaris. Huh? Smoking, me smoking. Hey, what SMS, what SMS, you? Samsa, me weapon, me weapon, me weapon. Huh? Tupal, Tupal. En diezelfde daftruck gaat langs. Pie, pie. Yo, mapa, yo, yo. Geen foto's, geen foto's. En dan ben je morgen in de krant, ja. Op de dansvloer willen we wel foto's. Daar willen we wel gezien worden. Hm? Surinamer op de dansvloer. Hey, goedenavond, schatje. Wat doe je? Ga je met me dansen? Je hebt geen zin. Ah zo, maar ben je hier gekomen, jong? Hey, papatje, goedenavond. Ga jij een beetje met me dansen vanavond? Je wel niet. Ja, wat ben je hier komen doen? Kijk, wacht, kijk, een mooie. Ga je met me dansen? Je bent met hem, dat is zomaar dansen jullie. Zo, gewoon zijn jullie gekomen. Ja, mijn plezier, maar joh, zomaar. Mijn pa, mijn dans, voor mijn money, joh. Hé, jongen, play up, joh. Awe, divisie, Jammer. Zo, maar wil je niet komen dansen? Ik zou je oude stijl nemen hoor, gewoon ik zou je bommen, gewoon bom strak. Zo, maar wil je niet komen? Ik zou je Sansa menen, boy. Ja, jij bent jong, doofie. Wat wil je? Wat wil je? Hoge bil? Maar jij die wel, maar vaker maar. Ja, precies, maar jongen. Hey, piep, 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 piep. Weet je niet zo? Ja, die wel, maar vaker. Wat wil je? Kippenflerk. Ja, dat is zo. Ja, die wel, maar vaker. En nu, Annemieke uit Volendam op de dansvloer. Zo, kan ik mijn tas, ik hoop dat mijn tas veilig hier is. Wauw, ik hoop echt wel dat iemand vanavond met mij wil dansen. Awe divisie. Oh, witte visie bedoelen ze mij? Witte visie, oh. Oh, dat is de witte visie van de partij, die Jari Bakki. Ja, bon, die missie jij. En wat is dat gedoe met hun gezicht? Alsof hun gezicht misvormt. Yanga. Lijkt wel stuiptrekkingen, hè? Na de show. Op weg naar de fiets. Even zien, Annemieke. Zo, ik heb lang niet zo gedanst. Even mijn fiets pakken.
The right man on the right place. Schoenmaker, hou je bij je lees. Miss Suriname verkiezingen. Oeh. Met dat decor. Met die gordijntjes zo. Waar die dames van achter moesten kruipen bijna. Bracht het me echt terug naar de tijd toen Tille Poppy nog spannend was. De tijd van Jan Klaassen, Katrijntje, Pukkie, politie en niet te vergeten de heks. Want die was er ook. Masrana Sani Wisani, dus ik keek. En ik dacht van, wacht. Dat is geen ballroom. Men zat gewoon daar achter het poolterras tot bijna in de rivier, jongen. Ik was de avond daar. De wind is koud daar s'avonds, jongen. Dai pai. En als je betaald hebt, ga je balen wanneer je ontdekt dat anderen de show gewoon gratis volgen. Vissersboten daar aangemerkt. Gratis kijken die mannen naar die show, jongen. Die mannen zijn maanden op zee gebleven. Bikini ronde, sexy poppenkast, vierde man. Kutai staren gratis naar de show. Voor de Nederlanders, een kutai is een vis met heel grote ogen. Komt hij dicht aan wal, is er weinig ruimte onder en dan plop. Komen zijn ogen boven water. En dan hoor ik een mooie mededeling van de MC. Goedenavond dames en heren, op vertoon van uw VIP kaartje mag u bij de bar een fris drankje halen. Dai pai. En alsof dat niet genoeg is, worden ze afval genoemd. Goedenavond, afval. Ja. Je weet, die dames kregen een thema, toch? Moesten ze daarover wat vertellen? Ja, toch? Ik dacht wat... Ondernemen. Ondernemen, oké. Ik ga ondernemen om vanavond uit te gaan. Ik onderneem om te gaan zwemmen. Maar goed, ik onderneem. Je onderneemt om onderaan te eindigen, ja. Wat gebeurt er? Incest. Oh ja, ik heb het. Incest is belangrijk, want... Is incest belangrijk? Oh my god! Meisje, die andere kant moet je eruit. Oh my god, again. We lachen erom. Maar wat is er zo fout gegaan die avond? Dat die meisjes zo in de war raakten, weet je. Wat is er zo fout gegaan? Volgens experts. Dan praat ik over mensen die reeds 30 jaar in de vissector zitten. Is het bewezen, als jij lang op zee, op de rivier, of zelfs die avond daar langs de rivier was, met die harde wind, die vissengeur, die kutais die non-stop naar je staren, kan je 1, zenuwachtig worden, 2, in de war raken. En 3, er zelfs gek van worden. En dat zagen we niet alleen bij de contestanten, maar ook bij de organisatie. Want wat is een poppenkast zonder de heks? En daar kwam ze al zwevend. Mensen, willen jullie gedragen? Geef die meisjes de kans om hun ding te doen, mensen. Ik, de heks. Maanden met die meisjes gewerkt. Maanden van bloed. Zweet. Tranen. Holy lagadiska, holy lagadis. Laat die meisjes hun ding doen, mensen. Hou jullie op met lachen, mensen. Je kent ons Surinamer, toch? Ja,
Zij zei hij, moet jij je moet dan pai. Er worden ook zoveel misverkiezingen in ons klein Suriname gehouden. Hè? Vroeger had je Miss Alida. Is geworden Missy Seri. Komt nu niet meer. Miss Poes. Miss Jawa. Miss Indra Mayu. Miss Hindustani. Miss India Suriname. Miss Chinees. Miss Originees. Miss Kurano. Dadelijk heb je ook nog Miss Brazil. Je weet het maar nooit. Vroeger hadden we gewoon onze doodeenvoudige Miss Dicky Bolu verkiezen. Je kon Gino nog horen gillen, hè. Biggie, biggie, Miss Dicky Bolu verkiezing. Na in die Golden Triangle. Kan Patty Dicky Bolu haar Bolu-titel nog verdedigen? Bolu hier, Bolu daar. Bolu! Altijd won een zekere Patty het, hè. Patty Dicky Bolu. Die goede oude tijd. Waarom gaat het zo vaak fout? 2 jaar geleden werd ook een verkeerde nummer 2 bekendgemaakt, hè? Tijdens Miss Suriname. Dat is toch zo erg voor die jonge dame. Kijk, je moet je voorstellen, je staat daar. Ja, zo zenuwachtig, handjes te houden met de rest. Ik hoop dat ik het ben, ik hoop dat ik het ben, ik hoop dat ik het ben. Duizenden ogen op je gericht. Live op de tv. Sta je daar en de MC komt. Dames en heren. De runner-up Miss Suriname is geworden met een score van 313 punten. Niemand minder dan Madame Jeanette. En zij is zo blij. Oh, laten jullie me los. Oh ja, mijn goede. Oh, ik had het echt niet verwacht. Ik had het niet verwacht. Ik had het echt niet verwacht. Ik had het niet verwacht. En de MC. Wat? Verkeerd. Goed dat je het niet had verwacht. Kan je weer naar achter schuiven. Zo wreed. Je kilt dat kind, man. Zo wreed. En zij naar achter. Ah, jouw beest. Hoe reed je? Kilt dat kind, man. Kan toch ook anders? Kijk, bijvoorbeeld, dit is een examenklas. Ja? Het is eind van het schooljaar. Goede studenten, mooi hard gewerkt. Het wachten is op de uitslag. En daar komt de leerkracht. Goeiedag, dames en heren. Oh, mijn leerlingen, wat ben ik trots op jullie. Oh, ik ben zo trots. Ik ga je niet langer in de spanning houden. Weet jullie wat ik hier in mijn hand heb? De uitslag. Ik ga je niet langer. Klasse A4C, zijn jullie er klaar voor? Mijn goede klas. Klasse A4C, hou je vast. Jullie zijn allemaal geslaagd. Behalve Arsenio. Komt ervan hoor, de hele dag tussen 2 dames. Eh? Zie je, iedereen lacht je nu uit. Is toch wreed? Is toch wreed? Wordt hij plotseling verstoten uit de kudde? Moet hij alleen lopen naar huis, zo zielig? Moet hij thuis ook nog gaan liegen? Wat? Je bent gebakt. Ja mama, het was moeilijk boy, bijna de helft van de klas is gebakt boy. Maar we mogen niet klagen. We hebben toch een mooie Miss Suriname. Prachtige meid. 1 ding vind ik wel jammer. De organisatie is nog niet klaar met haar. De heks achtervolgt haar nog steeds. Weet jullie hoe? Die kroonjongen. Waarom zo'n lange kroonjongen? 1 grote lange kroon, dat kind. Mijn goede,
Ik was laatst MC bij een show en ze kwam naar binnen. Ik zeg, goeiedag dames en heren, even, want we hebben nu met Suriname op bezoek. Kom binnen, dan kom je, ja, neem plaats. Ja, prachtig, man. Ay, België dadelijk. Zit dan. Ja, je mag zitten. Die stoel is vrij, zit nog. Zo. Nou, iedereen heeft al gezien dat jij het bent. Kan je alsjeblieft zitten? Maar zij kon niet zitten, ze had een probleem. Als je er zag. En net toen ik dacht, oh, nu gaat ze zitten. Je kilt dat kind met dat ding, maar één stief nekje gedoe. En je mag de heks niets vragen, hè? Waarom is het weer fout gegaan? Niets is fout gegaan. Het is een professionele organisatie. De organisatie ligt in handen van een Engelse zakenman. Hij is een zoon van een grote advocaat in Londen. Hij is een son of a lawyer. Wat moet ik daarmee? Dat bedenken aan die Afrikaanse films. You, son of a lawyer. You, son of a bitch. You, son of a gun. Bye, bye. The right man on the right place. Schoenmaker, hou je bij je leest. Bij de NV Havenbeheer gaat het goed. Sane Gomang. Twee grote hijskranen daar. Prachtige nieuwe internationale haven om trots op te zijn. Heel mooi, man. Het gaat zo goed dat die mensen daar hun eigen containers hebben vervaardigd. De twee-klauw container. Veel ruimte, man. De Nederlanders zijn zodanig onder de indruk dat ze direct twee van die twee-klauw containers hebben besteld. En we weten allemaal, twee-klauw plus twee-klauw is vier-klauw. Wat een container. Laat een container vliegen. Oh, Gerald, keer me, jong. Ik keer me, jong, Gerald, jong. Oh, Gerald, ik keer me, jong. Toen ik dat ding hoorde, dacht ik van, no man, aan elkaar. Het kan niet, man. Terwijl ondertussen op Schiphol. Kom maar, ik wil weer poepen. Alweer? Jullie weten, Yolanda zat een tijdje onschuldig daar vast, hè. En Guno ook, hè. En kort daarna hoorde ik dat van Gerald, ik dacht, het kan niet waar zijn. Yolanda heeft er een trauma van overgehouden, hè? Ik heb er een trauma van overgehouden. Plus ben ik afgevallen. Maar Yolanda, waar? Zo ga je het niet zien, tussen mijn tenen is echt dun geworden. Die Nederlanders hebben ook te verduren daar, hè. Ik zie het al voor me, jongen. Drie Surinamers die gillen daar op Schiphol. Gerald komt aan. Vrouw, met jara ketchup, zei bij Wani vrouw. A sweet ketchup. Na een jasho. Nee, niet waar. Anna ketchup is me bedoel. Niet waar. Vrouw, na echte bolletjes ketchup, ja vrouw. Aga, dit is een graag mooi sweet ketchup, vrouw. Nee, niet waar. Mino one a ketchup this. Mino one. Vrouw, zei je piri mof of zo? En poot die Guno aan een kant daar. Anami. Anami swari. Anami abba ketchup. Ik kan fouiller mi baka. Junior! Poti Guno, man.
Mijn moeder zegt altijd, Stefan, kom, kom horen, kom. Stefan, je bent niet bang op poeder. Je moet geen mensen uiterlijk. Wat doe je? Je moet weten wat je voor mensen zegt. Je zegt alles gewoon. Ik zeg maar, ja. Precies zo zeggen ze ook dingen over me. Jongen, voorzichtig hoor met mensen bespreken. Je moet weten wat je zegt. Je bent niet bang, no? Huh? Huh? Hoe lang ben je niet naar de kerk gegaan? Beetje nog. Beetje nog, beetje nog. Huh? Ga een beetje naar de kerk. Ga bidden. Want ik ben christelijk opgevoed. Christelijk opgevoed, ja. Elke zondag kerk. Zondag school. Jeugdclub. Catechisatie. Belijdenis. Bijbelstudie. Alles aan dat die. En alsof dat niet genoeg is. Zaterdagochtend. Wie is daar? Jehovah's getuige. Kijk, kijk, kijk. Begrijp me niet verkeerd. Die mensen bedoelen het goed. Die mensen bedoelen het goed. Maar waarom op zaterdagochtend? Wanneer we zoveel werk te doen hebben. Steven, ik ga naar de markt. Kijk nou, je moet die honden wassen, bijna 16 honden. Kippen voeren, shuffelen, harken, wieden, ja? Nancy, shutters schoonmaken, bezem, dweilen, vaat wassen. Zoveel opdrachten. En ineens, je werk blijft achter. Nu komen ze op zondag. Nu doen ze het goed, want meestal zijn het een lieve zaterdag. Zomaar bent u gekomen, zomaar bent u gekomen. Uit morgenochtend gaan we naar de kerk. Maar nu komen ze zondag en dan zien ze je nog slapen thuis. Oh ja, dat de pompje naar de boek ontwaakt, ontwaakt, ontwaakt. Maar echt, zaterdagochtend, we moeten ons werk af hebben, dus we komen met een oplossing. Lekker aan het werken. En is. Nancy, dok, dok. Jehovah's getuige, Jehovah's getuige. En zo bij het raam, hè. Ja? Dag meneer, dag mevrouw. Ja? Nee, nee, nee. Mijn vader en mijn moeder zijn niet thuis. Nee, ze zijn er niet. Nee. Nee, dag. En die mensen gaan weg, maar ze vertrouwen dat zaakje niet, hè? Mijn hemel, Emma, we moeten bidden. Wat een groot hoofd heeft dat kind. Koppenamenpunt, Biggie Poika. Laatst ontmoette ik mijn dominee. Vlak voor crashen. Zaterdagochtend voor crashen staat de dominee. En hij ziet me. Goeiedag, broeder Westmaas. Ik zeg, ja, dag dominee. Ja. Ja. Ik zeg, maar dominee. Wat doet u hier voor crashen? Is het niet de Domineestraat, broeder Westmaas? Lang niet in de kerk gezien, broeder Westmaas. Wanneer komt u weer naar de kerk, broeder Westmaas? Ja, alleen op de tv moet ik u zien. Dat is niet alles, dat is niet alles. Heb je niet jouw belijdenis bij mij afgelegd, broeder Westmaas? Wat is uw belijdenistekst? Dacht ik al, broeder Westmaas. Wanneer kom je weer naar de kerk, broeder Westmaas? Ik zei, ja dominee, u heeft gelijk, maar nu heb ik het even druk. Jezus schrijft bij Abin druk. Toch heb ik het ding, die alisuma tapu grond tapu dem. Wanneer kom je naar de kerk, broeder Westmaas? Ik sta daar, ik denk van, wow, de stad is druk. Iedereen kijkt, want dominee is koerwesje dapper, weet je. Ik moet weg van hier. Dominee heeft gelijk, u heeft gelijk, maar nu heb ik even haast. Satan schrijft bij Abi haast. Toch een woord toe voor Masra. Ik pas hem day voor day. Liebe hem in een file van leugens. Wanneer kom je naar de kerk? Broeder Westmaas.
ik denk van, wat moet ik zeggen om weg te komen van hier? Dit zeggen we allemaal, hè. Dit is een uitweg, toch? Met Gods wil. Ja, ik zet een beetje emotie erin. Dominee, u heeft gelijk. Met Gods wil kom ik zondag. Waarom zou God niet willen? Mi hoopu. Dat ik masra gado behoede jou. Je alle de sani. Sa meke arben druk. Nang agi jou haast in alibi. Ten a day doro. A day. Te jou waka. Go miti a hemel poort. Fu naki. Fu go na ini a paradijs. Ten a day dati. Brrwesmas. Ik liep weg en ik hoorde die man nog uren. Den adee. Ik hoorde die man nog dagen. Adee. Want hij had gelijk. Nee, hij heeft gelijk. Want iedereen wil naar de hemel. Ik ook. Ik vraag me af, als er een artiesteningang is, een bakatje toch? Ah, ik moest hier zijn om even op dat hele hemel. Gaat niet zo makkelijk, hè? Weet je waarom? Elk jaar gaan we met de vakantie naar een familiekamp. Vorig jaar waren we op Stuwmeer. En lekker zwemmen daar. En het is diep daar, toch? Lekker zwemmen, hengelen. En de hengel van mijn oom zat vast. Speciaal Steven moet het eruit halen. Dus ik daar aan het duiken. Pas aan dit. Het lukt niet. Ik denk van, nee, ik kan niet meer. Een laatste keer. Dus ik denk, papa, zoeken. Nee, ik moet weg. Lucht. En die zorg ik onderin. Hoor en dappen. Papa Tauchi? Nee. I don't know. Nog niet. Ja, papa Tauchi is daar. En typisch, iedereen die een keer schijndood is geweest, heeft hetzelfde verhaal. Oh, ik zag een groot wit licht. En iemand die me wenkte om door te lopen. Oh, het was zo zalig. Ja, ik kom, verlos me. Ik wil niet meer. Ja, het is goed, prachtig. En plotseling werd ik wakker. Moest ik nog gaan staan koken voor Arsenio en zijn vriendinnen. Wat een leven. Een seriemoordenaar was een keer schijndood. Hij zag ook het groot wit licht. En mensen die hem wenkten. Hij twijfelde zelfs. En plotseling werd hij ook wakker achter de tralies. Nooit hoor je, ik was schijndood, ik ben in de hel beland. Damshi Dibri, hij is daar iemand aan het barbecuen. En dan staan we daar in de rij, het is warm, zijn water is afgesloten toch. Het enige wat hij vraagt, heb je water gebracht? Inocha watra, begin hier te staan. Hé, leg hem in. Nooit hoor je dat. Eeuwig hoor je, hemel. Want iedereen wil naar de hemel. Paradijs, vreugde, liefde, geen pijn meer, muziek. En je hoort de muziek tot ver buiten de hemelpoort. Ver, ja. Michael Jackson op weg naar de hemelpoort. Gonna make a change for once in my life. Gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. Shh. Er was iets aan zijn hand vast.
Michael, wipe it at your pants. Oh. Maar ondertussen was er in de hemel een concert gaande. En niemand minder dan... Hemel, you ready? Hemel, you ready? Ajeng, sumana yo. Asa you wanna in a hemel crew. Arkito, ji papa no ma sumana yo. Asa you wanna in a paradise full of the mercy. And so Maria konana hemel port. Papa the father alleen door the sauna. Ano so Maria kona ina paradise. Ayumu teki santa yeah yeah ey. Amana wakti no mo fuko ouro. Futeki pasigwa cherchi yeah. Ayongo yongo yomo waka ina lete. Vergeve yomo aksi santa yeah yeah. Yomo teki na mo sumana yo. Asa yuwana ina heimal kro. Arkitau ji papa no mo sumana yo. Asa yuwana ina paradise kula da merse. Mitaki wan heimal. Mitaki wan heimal. Midaki one hey mal, midaki one hey mal. Well if na hey mal you want, da ye opo you an arka one foot mang nanga e hey mal plan. If na hey mal you want, opo you an arki tauchi papa undoro baka horenda pe engel. Fos me broki flerak. And Michael Jackson will na de hemel dus. Oh yeah, I want paradise, Shemona, Shakatuma. I want paradise, oh yeah. En je weet hoe kalm en beheerst papa Toji was, hè? Hey Michael, Ododanga per TV. A hemeli wankong. Bege porio ano na imendri. Eyarame. Retam dape. Owan Michael Dwang. Owan Michael Dwang. Piki mi mitaki wan Michael. Mitaki wan Michael. Mitaku wan Michael. Mitaku wan Michael. Mitaki wan a moonwalk. Mitaki wan a moonwalk. Mitaki wan a moonwalk. Michael, they walk the walk like fire, talk the talk, horang!